Bloemendaal biedt zorg vanuit de antroposofische visie. De antroposofie gaat eigenlijk uit van het gezonde deel van de mens. Voor mij zijn twee speerpunten daarin belangrijk. En dat is er bewust zijn. Mezelf eerst helemaal leegmaken om ruimte te maken voor het kind. En ontmoeting. Niet alleen ontmoeting in de zin van je ontmoet iemand anders, maar ook letterlijk ontmoeten. Er moet even helemaal niks. Het kind mag gewoon thuiskomen. Die mag lekker even gaan rusten. En gewoon lekker, ja, zeg maar chillen. Gewoon net zoals voor iedereen doet. Zorg voor gehandicapten is integratie binnen de samenleving. We pretenderen wel dat we zo geweldig geïntegreerd en genormaliseerd zijn. Maar er zijn nog steeds onvoldoende faciliteiten voor mensen met een beperking. Ik hoor ook gewoon verhalen van dat er nog steeds mensen zijn die denken dat kinderen met een beperking kwijlen, niks kunnen, geen nut hebben van de maatschappij. Dat doet me soms echt pijn. En ik denk dat ze zeker van heel groot nut zijn voor onze maatschappij, omdat ze je weer eventjes terugzetten naar de basis van ons bestaan. Dat je voor elkaar moet zorgen en van elkaar moet genieten. En ze laat je een kant zien die heel mooi en heel puur is. Het gevoel dat ik iets bijgedragen heb aan het leven van een kind, dat is eigenlijk voor mij het belangrijkste. En dat hoeft niet groots te zijn. Dat is al waarin er momenten zijn dat je heerlijk met een kind hebt zitten knuffelen. Of met een kind lekker bent wezen zwemmen. Zag ik zoveel poppen staan, zo. De poppen komen geen op prijs, de poppen raakten van de lijst. Ze deden allemaal zo, ze deden allemaal zo, ze deden allemaal zo. Yay! Het geeft je heel veel voldoening als je ziet dat door jouw bijdrage een kind zich een stapje verder gaat ontwikkelen. Waardoor je ouders ook ziet genieten en ziet stralen van oh, mijn kind heeft weer wat bereikt. En dat gaat met hele kleine stapjes. Maar ieder stap die een kind zet is echt een reuze stap voor het kind en daarmee ook voor de ouders. De meeste kinderen hebben een zorgplan waarin diverse doelen staan. Een behandeldoel kan zijn mijn kind leert communiceren met verwijzingen. Bijvoorbeeld bij het eten, een boterhammetje wat het kind dan aan je moet geven als hij wil eten. Een beker als hij wil drinken, een luier laten zien voor het verschonen. Zo'n behandeldoel is dan om het kind een vorm van communicatie aan te bieden, waardoor die zelf aan kan geven wat hij wil, maar ook waardoor je het kind kunt laten zien wat er gaat gebeuren.